Behalve politieke partijen en kennisinstituten moeten ook organisaties, bedrijven en de vakbeweging meer aandacht geven aan anticorruptiepunten. Op deze manier kan Suriname volgens professor Jack Menke beter strijd voeren tegen corruptie. Onze nieuwsdienst sprak de professor in het kader van de jaarlijkse internationale dag tegen corruptie op 9 december. Corruptie is het misbruiken van macht, bijvoorbeeld door een gunst te verlenen voor smeergeld. En dan niet alleen maar dingen van de dag. Weet je, want dat gebeurt meestal. Kijk, Suriname belandt van de ene crisis in de andere crisis. En wat gebeurt er dan? Dan is het al door, weet je, focussen op hoe we die crisis gaan bestrijden, zoals nu. En ik denk dat dwars door crisis er toch ook een klimaat hier moet ontstaan om te zien van als jouw instituten niet transparant zijn, vanaf politieke partijen, weet je, tot het bedrijfsleven, organisaties van het bedrijfsleven, NGO's. Als je eigenlijk niet kan garanderen dat die clean zijn, dan denk ik dat je nog net zoveel wetten mag maken, weet je, voor corruptiebestrijding, maar dat we er niet gaan komen. Dus eigenlijk denk ik dat die totale samenleving, dus plus de politiek, veel meer oog zou moeten hebben voor een goede, duurzame basis leggen, waardoor hoe noem je dat, corruptie en wat we in de volksmond ook noemen friends and family, toch regelen. Friends and family, weet je, staan de berichten, de pers, de media, weet je, dagelijks, wekelijks vol van. Maar ik denk dat we het vraagstuk niet gaan oplossen door alleen maar, weet je, dus aan te geven van, weet je, weer friends and family. We moeten institutioneel, moet je eigenlijk die fundering van de Surinaamse samenleving dus nu eens een keertje gaan versterken. Menke geeft ook aan dat Suriname geen gunstige positie heeft op de corruptieranglijst in de wereld. Hoewel we een anticorruptiewet hebben, vindt hij dat dit vraagstuk niet fundamenteel is opgelost. En we weten het, wetten hoeven eigenlijk een heleboel gewoontes en problemen niet te veranderen. Omdat je dus eigenlijk tegelijkertijd andere instituten moet meekrijgen. En om een paar van die instituten te noemen, wil je dus corruptie werkelijk goed bestrijden. Betekent alvast politieke partijen. Dus de politieke partijen zelf moet je steeds meer aan regels gaan binden. En financiële transparantie, weet je, dus dat moet je eigenlijk dus ook gaan vastleggen in een wet. En dat heb je al in een heleboel westerse democratieën. Dat als je verkiezingen hebt, maar ook buiten verkiezingen om, dat je eigenlijk jouw boeken moet kunnen tonen van waar je geld vandaan komt. Het verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie werd op 31 oktober 2003 goedgekeurd om het publiek bewust te maken van corruptiebestrijding. Het thema van de Internationale Anticorruptiedag 2021 is: uw recht, uw rol, zeg nee tegen corruptie.